En ook alleen kan ze zich lekker vermaken met Kuilengraaf. En Lady staat lekker daar. Dan zou je denken van, maar waar is Beauty nou? Die slaapt lekker even bij Roderick. Wat doe jij nu allemaal, liefie? Goed zo. Zo. Oh, even zijn wortel kapot slopen. Ja, is goed hoor. Wat jij wil. Sloop jij even lekker een wortel kapot. Hè? Ga jij even de gemeente helpen, joh. Hè? Wil ja. Ja, ga jij maar eventjes in de gemeente helpen. Wachten. Ja, ga je mee? Jij. Heb jij last van dan? Kun je amper op beeld houden, joh. Kom dan. In dan. Kom, ga het water in. Ga kijken. Ja, doe dan. Ga. Gaat niet. Ga het water in dan. Toe, go. Kom. Ja, ga het water in. Ja. En toen waren we alweer op een donderdag. 29 oktober. Lekker hè. Lekker in de ochtend. Ja, want ik heb zometeen om 9:30 autorijles, hè. Ga het water in dan. Doe maar. Ja. Ja. Waar kan een hond blij mee wezen, zeg? Oh, een klein plasje met water. Het was hier droog. Lekker. Ga het water in dan. Ja. Ik krijg weer een gekke kwartiertje. Zo moet ik zeggen. Joepie. Ja. Ga het water in dan. Go. Gaat ze weer die kant op. Ga het water in dan. Go. Ja. Ga kijken. Kom. Mijn twee. Ja, wat? Wat? Niet? Kom dan. Ga je weer mee dan? Oh, werkelijke ding ook, hè. Kom eens hier. Je bent lief. Ja. Halen. Je bent lief. Ho, ho. Zo, nou, inderdaad, wat ik al vanochtend al zei, het is alweer donderdag, 29 oktober. Het gaat hard, 29 oktober alweer. Gisteren had ik autorijles en vandaag alweer. Ja, ik blijf lekker rijden. Dat is leuk. Gisteren had ik een fout, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar mijn rijinstructeur wou even weten inderdaad waar mijn valkuil was. Nou, dat weet ik, en dat zijn gewoon vrachtwagens. Die vlog die komt er ook zeker aan. Maar nu wil hij daar mij dus naar een andere plek brengen, hier in de buurt. Maar dat is alleen maar vrachtwagens in principe rijden. En mij dan in principe op die manier gaan laten wennen. Dus dat is eventjes kijken van hoe dat gaat. En zie ik vanmiddag weer Ro. Want hij heeft een latere dienst en morgen van 10 tot 10. Dus dat is helemaal pittig. En zaterdag moet ik weer werken. En inderdaad, een mondkapje op. Ja, dat moet. Dus, het is niet anders. Maar hier krijg ik wel iets meer lucht door. Dus, komt wel goed. Ik kan nou, Roderick die rijdt gewoon nou niet achter me aan. Dus komt ook geen vlog daarover. Maar ik zal jullie wel zeker op de hoogte brengen. Komt helemaal goed. Ja, toen was ik weer aan het lopen. Ja. Want ik heb zo'n afspraak met de tandarts. Want hij had laatst een noodvulling gedaan en bij mijn kies. En eergisteren, tijdens het eten, ja, toen had ik zoiets van, hey, dit is wel heel erg hard. Is bij mijn kies boven een stukje tand afgebroken. Dus daar heb ik een gaatje. Fijn. Dus ik hoop dat ik het allebei wil gaan doen. Dus dat heb ik soms dat ik helemaal zo wat niet kan praten, denk. Dan ben ik ook weer zo beroerd als ik weet niet wat waarschijnlijk. Ook dat. Dus ja. Dus we gaan het meemaken. En ik heb een afspraak om 5:00. Ik ben weer veel te vroeg.
Zal wel niet zo wezen. Maar, ach ja, komt ook wel weer goed. Dus we gaan er gewoon weer lekker voor. Ja, we gaan er gewoon weer voor. Lekker voor de tandarts. Hij is niet heel erg omdat het gaat. Hij is gewoon rustig. En ik moet de afspraak voor Ro even gaan verzetten. Naar de 19e van deze maand. Vroeg hij aan mij. En dan kan hij er een beetje nog even aan wennen. Want anders is het gewoon voor hem te veel op elkaar. Dus ja. Ik weet niet of je het kan zien hoor. Kijk, hier. Ja, en dat doet gewoon zeer. Met mijn tong erlangs. En ik weet niet of je het beneden kan zien. En deze? Kies. Of daar moet een wortelkanaalbehandeling voor worden gemaakt. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Of gewoon lekker weer een noodvulling. Ik heb zoiets van, doe maar gewoon weer een noodvulling. En dan gewoon ook een vulling. Ja, waarschijnlijk moet het even schoongemaakt worden weer. Tegenwoordig nu met deze hele corona bullshit. Ik heb het er niet zo graag over, dat weten jullie. Want ik vind het gewoon bullshit. Want het is gewoon een virus. En iedereen die wordt er wel eens ziek van. Want als je normaal verkouden bent, ja, dan, en dan kun je ook iedereen aansteken. Dus waar hebben we het over? Maar oké. Okay. En ik krijg dus nu eerst iets van een spoeling. En ik zeg het iedere keer fout, maar oké. Okay. En dat doodt de bacteriën vanwege de COVID. Bullshit, maar oké. We moeten dat maar mee doen. En dan, ik vind het prima. Dus, dan gaan we zo meteen terug bij jullie. Kijk maar anders. Ja, lieve mensen, ik sta dus nu met mijn neus en naar de tandartspraktijk. Ik ga dus naar binnen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik hoop wel dat hij allebei mee gaat pakken. Dus jullie zien mij straks wel weer lekker verschijnen. Dat lijkt me handig, dus tot straks. Ja, lieve mensen, ja. Het is weer een gekke, rare dag voor ons eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want mijn lieftallige ex-zwager, ja... Kees komt straks en dan gaat hij wat ophalen voor ons vandaag. Ja, en dan krijgen wij het een week in de opvang. En daarna gaat het en naar mijn moeder toe. Ja, ja, ik zeg nog niet wat. Dat krijgen jullie vanzelf wel te zien in de vlog. Maar Roos zit in spanning, ik zit in spanning. Bah! Ik heb net gevraagd even aan Ro of hij met de twee zusjes een beetje de boel zo meteen in de gaten kan houden. En dan ga ik zo meteen even een goede broek aandoen, schoenen aandoen. En dan wachten op mijn ex-zwager. Want hij zou hier komen. En dan daarna lopend weggaan. Dus ja, spanning, spanning, spanning. Het is ook een soort van ons kindje. Ja. Lekker vaag allemaal, hè? Heel vaag. Ja. Maar sommige dingen moet ik ook even vaag houden. Ja. Ja. Maar ja. Misschien zien jullie het nog straks in de vlog. En anders morgen. Ja. Hé, dames. Ja. Het is sowieso een viervoeter. Meer zeg ik er echt niks over. Nee, sowieso niet. Oh, humor dit. Oh, geweldig. Ja. We sporen echt niet. Auw, ja. Oh, wat zijn lief ook, hè. Ja. Oh. Hé, hey, puppy. Kom hier. Kom hier dan. Kom dan. Puppy, kom hier. Knuf. Knuffel. Hier, knuf. Kom eens hier. Ja, knuf hier. Niet met je snuit op tafel, dat weet jij ook. Niets kusjes geven. En je oogjes zien, nee, is niet voor jou. Oké, doei, mazzel. Nee, maar meer zaken niet over. Jullie zien ons later. Yeah.
Blijf. Zo. En blijf. Goed zo, meisje. Blijf, hè? Lekker, hè? Wat jij nu aan het geven? Hè? Als het zo en zo erg van een douche. Maar dit valt mee, hoor. Moet je Lopli hebben, die vindt het helemaal niet leuk. Mm-hmm. Die gaat proberen om hem te ontsnappen hier. Mm-hmm. Blijft gewoon staan. Ze blijft gewoon staan. Weet het niet. Andere kant, kom eens hier. Andere kant. Goed zo. Blijf, hè. Jij. Ja, grote meid, hoor. Ja. Even, kusje, schatje, kusje. Even je ogen even afweren. Even zo'n keer de waterblaas eroverheen. Hey. Helemaal goed. Ja. Zie jij er alweer een stuk beter uit, hé, dame? Hé. Hey. Als je zo'n vals was, dan had je mij al lang al even beter. Lekker. Ja. Aandacht. Oeh. Ja, doe maar. Doe dan. Ja, ik maak nou een spelletje met jou. Vind ik leuk. Vind ik vele ballen leuker. Hey, kiekeboe. Hey, koekoek. Hey, tut. Meneer. Hey. Goed zo. Balkon op. En de waterblaas. Blijf, hè? Ik nou helemaal gesteund. Godverdorie. Ik was bij mij ook niet weer. Blijf. Kom eens hier. Blijf. Dat is wel netjes van zitten. Ik heb het echt vrij, maar ik nou wel even bij het ontbloot, hoor. Het valt te smaken eigenlijk, hè? Thank you.
jou vannacht, hè? Nee, ik heb het weer. Ik erop. Mevrouw Bolly? Ja, mevrouw Bolly. Zo, meisje. Zo, even deze twee aan het lopen. Ze trekt onwijs. Ja, en heel nieuwsgierig weer. Oh, heerlijk. Kind ben jij ook, hè? En een grotere riem mag ook wel, hè, meisje. Zitten. Zitten. Kom. Zitten. Zitten. Wachten. Blijf. Blijf. En over. Kom maar. Ja, je bent blij, meisje. Ik weet het. Lekker, hè? Rustig. Zitten. Allebei. Goed zo. Blijf. Ja. Dan gaan we even wat langer lijn, alsjeblieft. Ja, meisje. Hè, doe maar. Het is oké. Goed zo. Keurig. Ja. Hier wachten wij, Vier. Kom, moest hier wachten. Goed zo. Keurig. Ja, kleine lijnen. Is niet eerlijk, hè? Ik weet het. Jutte, kom eens hier. Kom eens hier. Kijk eens wat ze doet. Ja, ga kijken dan. Ga maar meegraven, mag. Mag van mij. Nee, nou niet. Oh wel. Ga mee, Bjut. Kom maar. Hola, niet zo snel, niet zo snel. Rustig, Bjut. Bjutie, rustig. Ze trok niet, dat weet ik. Hé, hey, jij is even rustig. Jutty. Ik vind dit niet helemaal eerlijk qua lijnen. Oké, kom maar dames. Goed zo. De deur wordt al open gedaan, dat is mooi. Deze kant op. Deze kant. Ja. Deur wat lopen gedaan. Lopen. Zo, ze loopt gelijk naar binnen. Ja, kom maar. Kom. Nee, niet naar boven. Kom maar. Bij de lift. Ja. Kom maar. Ik weet niet hoe jij een lift vindt. Kom. Oh, lopen ze makkelijk in. Mooi. Wachten. Blijf. Blijf. Ah, deur goed. Zo. Dat is een lift. Ja. Dat is een lift. Ga eens voor zitten. Elwing, zitten. Nu. Keurig. Ja, keurig. Ja, keurig hoor. Ja, weer braaf.
Hé, hey, jij, je bent braaf. Ja, wat is het dan, hè, beauty? Hey, ja, je bent mooi. En daar zijn we al. Opletten, opletten. Zitten, nu. Hé, hey. Blijf. Ja, doe maar, goed zo, kom maar. Ja. En ze heeft tandvleesproblemen, denk ik. Okay. Want ze was al bij mij aan het kluiven. Anders kan je ook hier staan, achter. Kun je die en die kopjes zien? Blijf. 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 Zoveel verschil zit er ook niet eens heel erg in, hè? Ga eens terug naar achteren. Nee, terug naar achteren. Jij ook een beetje terug naar achteren. Zo. Blijf. Kijken. Goed zo. Zo, en we gaan weer tanken. En ik heb laatst iets uitgevonden via het boekje. Want wij legden altijd dat dingetje boven op het dak. Doe maar eerst op het dak. Ja, daar deden we hem altijd. Maar, hé, hey, waarom zou deze dingetje er zijn om ergens op te hangen? Dus mensen met een Renault Twingo, ook jullie kunnen hem ophangen. Ja, lieve mensen, toen was het alweer zondag 1 november 2020. Ja, yeah. Dat is zo mooi. Met wie ben ik aan het lopen? Met Lovely en met Lady. En ik had net Roderick aan de telefoon, die is een heel stuk verderop. Met Elwing en met Beauty. Ja, Elwing hebben we dus in de opvang. Dat was voorheen Moos en toen Vee. En nu Elwing. Yep. Dus die gaan we even tegemoet lopen. Hé, Lof? Lovely, kom eens hier. Ja, ga je meelopen dan? Lady ook mee? Kom maar. Dan ga ik de baas weer bellen. Kom maar. Niet zo trekken. Dank u. Oké, mijn meid heb ik daar. Rodi heeft de meiden daar. Vier meiden. Ga je hier echt staan, meisje? Oh, kwispel. Ze zijn hier met de houden, joh. Rustig, niet in de knoop, niet in de knoop. Elwing! Allebei reageren. Oh, wat leuk. Elwing. Maar mag ik... Oh, Elwing. Niet zo. Ja, dat mag. Mag ik eens even ruilen met jou met Lovely en met Elwing? Dat jij Lovely erbij neemt. Hoe ben je mooi? Ja. Je kan nou geen foto maken van jou, meisje. Is je lekker, hè, meisje? Frisse lucht, hè? Dat vind je lekker, hè? Ja, wat ik dus al eerder zei en dat ik dus die hele mooie paddenstoelen liet zien. Het is dus vandaag inderdaad zondag 1 november. En we gaan dus met de drie meiden, twee meiden, dat is dus een kruising tussen een border collie en een malamoet. Dat zijn dus de twee zusjes, Beauty en Lovely. En Elwing, dat is een kruising tussen een border collie en een husky. Ja.
Daar gaan we dus nu lekker mee naar Katwijk. We kunnen eens even lekker over het strand heen rennen, banjeren. Ik weet niet hoe Elwing dat gaat vinden. Weet eens niet of ze daar al eerder is geweest op het strand. Naar mijn idee, toen met de vorige eigenaar die wij kennen, waar ze vanaf bij ons kwam, zat. Volgens mij is ze daar nog nooit geweest, hè? Bij het strand. Ook en ook met ons niet, hè? Nee. En ik weet niet, bij de vorige eigenaar, dus hiervoor, maar daar weer voor. Daar hebben we heel goed contact mee. Maar dat weet ik dus ook nog niet. Maar voor mij nu, voor bij ons, is het voor haar de eerste keer. Dus ik weet dus daarom dat ik het ook even goed duidelijk uitleg. Leiden, ja. Ja. Ja, ik moet ook even soms helpen met de navigatie. Navigatione. Dus ja, we gaan even lekker naar Katwijk en we gaan daar gewoon weer even mooie vlogjes, filmpjes, foto's van maken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Dit wordt een hele leuke vlog. Ik weet niet of dit een dagvlog wordt of dat ik dit erbij aanplak. Of twee vloggen, gewoon een weekendvlog en dan gewoon een dagvlog ervan maak. Want sowieso maak ik weer weekvlogs. Misschien wordt dit eventjes een dagvlog, dat weet ik niet zo helemaal zeker. Maar jullie kennen mijn naam. Mijn naam is sowieso Karin Stamman van de Werf. Mijn man die is Roderick Stamman van de Werf. En dan hebben we nog een hond, dat is een lady. En die zit nou dus alleen thuis. Dan zou je wel weer zeggen, ja maar dat is zielig. Dat zal best, maar wij weten waarom ze thuis is. Want ze is meerdere malen aangevallen. En doordat kan ze ook dus andere honden aanvallen. Zoals herders en witte honden. Dus dat ga ik gewoon dat ga ik gewoon niet op mij nemen. Dat ze dus dat gaat doen. Dus daarom blijft ze ook lekker thuis. En dat vindt ze ook helemaal niet erg. Dan heeft ze ook even lekker de rust. Dus ja, ik zou zeggen, lekker kijken. Tot straks in Katwijk. Elwin! Kom rustig, wijfie. Heb jij het in de gaten? C of zo? Nee, maar ze weten het, hè? Ze ruiken het op een afstand. Ja, meisje, lekker even, hè? En ze heeft ook gewoon energie te veel, hoor. Hey. Ja. Je weet het wel. Je weet het wel. Ik zeg niks, hè, en welke kant we op lopen ook, hè. Kom, ga mee. Kom maar. Ja, even lekker die nagels slijpen. Goed zo. Trek maar even. En die nagel te slijpen. Goed zo. Nagel te slijpen. Goed zo. Nagel te slijpen. Goed zo. Is alleen maar even goed voor haar. Nee. Nee. Nagel te slijpen. Is alleen maar even goed. Kijk, oké. Ik hou niet van trekken. Maar het is wel even goed voor die nagels dit. Ha 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 ha.
Los, 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 los. Los, 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 los. Oh, lekker het water in. Ze heeft een doop gehad hoor. Het zee in. Kom maar. En ze blijft wel bij, hè, lopen. Die had ik eigenlijk niet van haar verwacht. Los, los, Jutti, los. Nee. Los. Los. Dat ze laten. Thank you.
buiten. Ja, die twee ook. We hebben nou windje in onze gezicht. Hé? Kom, woonkamer. Ja, doe maar lief. Gewoon even hier in deze ruimte. Ze moeten allemaal gaan zitten. En jij hebt de leiding nu. Zitten, allemaal. Blij. Blij. Zitten. Zitten. Ik bepaal wie. Ja. Zitten. Sorry. Ik bepaal wie. Als je even die bakken gewoon netjes naast elkaar neerzet, in plaats zo uit elkaar, is niet nodig. Wachten, ik bepaal wie. Lady heeft de grote bak. Ja. Het is namelijk niet nodig om alles uit elkaar te zetten. Even kijken wat ze doet als ik deze bak. Maar dan wil ze dus wel inderdaad eerst sneller en gaan eten. Wat hun dus ook hadden. Dus even kijken wat ze gaat doen als ik haar aan wil halen. Zitten. 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 Kijk eens hier. Kijk eens hier. Goed zo. Zitten. Op een andere plek weer neerzetten. Zitten. Zo. Beauty, nee.
Goed zo.